Een tijdje geleden vroeg iemand aan mij, Bob, hoe lang moet jij nog? Ik begreep de vraag niet, hoe lang wat? Nou, hoe lang moet je nog werken? Dat is een vraag die ik mezelf nog nooit had gesteld, tot ik aan deze serie begon. Ik wil blijven filmen tot mijn dood. En ik hoop dat het nog heel lang duurt, want ik wil nog een hele hoop films maken. Er zijn nu in Nederland 3,7 miljoen 55-plussers. In deze serie ga ik bij een aantal van hen op bezoek. En dat zijn mensen die niet achter de geranium zijn gaan zitten, maar op allerlei gebieden actief zijn en hun kennis en levenservaring aan anderen willen overdragen. Voor sommigen is het zelfs een tweede carrière. Elke ochtend om 7 uur verzamelen zich in het grensplaatsje Phoi Phet honderden mensen aan beide kanten van het hek dat de grens vormt tussen Thailand en Cambodja. Op het moment dat de hekken worden geopend, breekt de hectiek los en komt een ware exodus op gang. De meeste van hen hebben al een lange reis afgelegd. Hector is 70 jaar en Ellen 62. Al voor hun pensioen hebben zij zich actief ingezet voor de kinderen van Cambodja. Hector haalt geld op om scholen en opvangtehuizen te bouwen. Ellen heeft een kinderfonds opgericht dat weeskinderen met AIDS met medicijnen in leven houdt. Beiden proberen in hun gedrevenheid een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van een land dat onder het schrikbewind van de Rode Khmer zo verschrikkelijk heeft geleden. Wat er in deze container gaat, wat uiteindelijk terechtkomt bij de AIDS-patiëntjes. Dat zijn onder andere de ziekenhuisbedden die gaan naar de zusters van moeder Teresa. Die hebben een hospice voor AIDS-kinderen. En ook volwassen mensen natuurlijk die AIDS hebben. Ik heb in deze container ongeveer een 2000 stuks kleding gesorteerd. Dat gaat naar het kinderfonds in Phnom Penh en naar het AIDS-dorp. Ik heb hier een enorme partij sanitair staan. Van kasten voor de nieuwbouw van de scholen, van de kinderopvangtehuizen. Het is een enorme variatie. Alles wat ons aangeboden wordt en wat bruikbaar is en nette spullen zijn, dat gaat er naartoe. Dan kun je zeggen hoeveel containers er het afgelopen jaar al... Dit is de 57ste. En die gaat van de week naar Rotterdam. En dan gaat hij naar Cambodja. In 1976 heb ik met mijn vrouw in Thailand twee kinderen geadopteerd. Dus toen kwam ik voor het eerst in Zuidoost-Azië. En tot ik in 1992 voor het eerst in Cambodja was. Dat heeft me hard gegrepen. Dat was een achterstand van 40 jaar ten opzichte van Thailand. En toen ik de ellende daar gezien heb, toen is de vonk echt pas overgeslagen. En heb ik het werk ook in stichtingen omgezet, waardoor je dus ook wat professioneler kunt werken, subsidie kunt aanvragen. Dus vanaf begin jaren 90 is het eigenlijk zeer explosief gegroeid. En zijn er heel veel projecten tot stand gekomen.
De seksindustrie kwam tot leven toen de blauwhelmen van de Verenigde Naties het land op weg moesten helpen naar vrije verkiezingen. Er zijn naar schatting 15.000 prostituees in de hoofdstad Phnom Penh, waarvan 40% seropositief. Nu zijn de Cambodjanen zelf de belangrijkste klanten. Totaal staan 170.000 mensen die seropositief zijn geregistreerd. En dagelijks melden zich 100 nieuwe gevallen. Dit jaar zullen 40.000 Cambodjanen sterven aan AIDS. June 1998 in Phnom Penh. His parents died. Phnom Penh is dus een soort mini foster parents plan wat wij hebben. We hebben een 60 AIDS-kinderen die allemaal, of niet zelf allemaal AIDS hebben, maar waarvan de ouders in ieder geval AIDS hebben. Die worden veelal opgevoed door oma. Ook in dit geval is oma degene die voor de kinderen zorgt. En wij zoeken dan sponsors voor die kinderen, financiële sponsors. En de meisjes van het Don Bosco Kinderfonds, die zoeken die kinderen minimaal één keer in de maand op. Als ze ziek zijn, zelfs vaker. Dit is grandmother. Grandmother. En die started in 2002 with the medicine for me and all. En his great second elementary. Hallo, kom naar die man, Grade 3. Grade 3 already. The book is from last year, so it's grade 3 already. Yeah. Oh, that's good. That's a good brave boy. Ik ben het nu aan het opschrijven, omdat als ik thuis ben, dan kijk ik even welke sponsor dit kind heeft. En dan sturen we de foto van het kind naar de sponsor. En dan weten ze dat we dat bezocht hebben. En dan weten ze dat het goed gaat met het kind. En het is oké. Dat is iets anders dan het fonds van Hector. Hector heeft meer een stichting waar die dus fondsen werft voor scholen en machines en wat nodig is. En het kinderfonds wat ik doe is alleen puur alleen voor kinderen. Kinderen proberen op te voeden, zodat ze later een betere toekomst hebben als wat ze nu hebben. En als je zo'n kinderen adopteert, wat kost je dan per jaar? Dat kost €165 per jaar. En daar kunnen ze scholing voor krijgen. Daar krijgen ze iedere maand wat geld voor. Want anders dan moeten deze kinderen vaak ook meehelpen in het gezin om wat geld te verdienen. En dan krijgen ze ook rijst en soms waspoeder, soms schooluniform. Dat hangt er vanaf wat op dat moment nodig is. Dit gaat van het geld wat wij dus ontvangen, gaat 100% naar de kinderen toe. Er blijft helemaal niks aan de strijkstof hangen. Dit is een situatie waarbij broer en zus de zorg hebben opgevangen voor zoontje van pa en ma, die zijn dus overleden. Hij is HIV+, dus heeft AIDS en is ook opgenomen in het kinderfonds. Dus hij wordt gesponsord door onze stichting. En weliswaar gaat het goed, dankzij de medicijnen. Maar het is wel heel schrijnend natuurlijk dat vader en moeder aan AIDS zijn overleden. Dit is ook weer een familietje uit het AIDS-fonds. Vader en moeder hebben allebei AIDS. Pa is sinds kort aan de medicijnen, zijn vrouw nog niet. Ze hebben 4 kinderen, waarvan deze 3 in het AIDS-fonds zitten. En dit jongetje heeft ook AIDS, is ook positief. Chew the father.
we zijn begonnen in 1993, toen hier de boel opgestart werd. En toen hadden we natuurlijk maar weinig kindjes. Maar naarmate dus de tijd verstreek, hebben we steeds meer sponsors gekregen. Ook via de PZC, door de reclame. En zo hebben we nu 400 kindjes. De stafleden, waaronder die meisjes soms en een chauffeur, die rijden met een pakketje goederen en geld naar de scholen. En dan wordt het afgecheckt of ze zijn. En als ze niet zijn, wordt gekeken, zijn ze ziek of is er iets anders, moeten ze soms werken. En dan krijgen ze er pakketje en de centjes en dan moeten ze dat aftekenen. En dan zijn ze allemaal weer blij. These are postcards from a sponsor, and they wanted to give all, they have 20 children, and they want to have written a postcard for all their children. And can you arrange that they get with the children? Yeah. Dit meisje is 15, die komt uit Batambong. En haar ouders werken in een steenfabriek en zij dus ook. En ze is dus tot nu toe nog niet in staat geweest om een school te bezoeken. Vandaar dat zij nu eigenlijk pas voor het eerst naar school kan. Dit wordt dan een eerste klas, tweede klas. En dan als zodra ze een beetje kunnen lezen en schrijven, stromen ze door naar de normale scholen. 9, 6. We divide the special money for gift to the children because after Christmas many people they decide to buy some present to the children, something like bicycle or give extra money for the family or some gift or something. So now we go to divide place by place. Example, if one child go to the mother every day and say, I prefer to stay at home, I prefer to go to work, I prefer to go with you in the fields. The family very often they allow the children to stop because the parents they never went to the school, so they don't really realize that if they don't go to work today but they study, tomorrow they can get more money than now. They only think today. So if you help them also for the transport and try to make for the children even a little bit funny, they are more motivated to go to school and... Hoeveel tijd kost het jullie? Voor Hector is het een dagtaak. Voor mij, ik ben er anderhalf, twee dagen in de week mee bezig. Maar voor Hector is het echt een volle dagtaak. Is dat niet zwaar? Aanvankelijk niet, maar het begint nou wel een beetje te wegen af en toe, ja. Maar ja, als je jarenlang zaait en je begint te oogsten en met succes, dan zou je toch gek zijn als je de oogst niet binnenhaalde. En die zijn we nu aan het doen, met liefde. We praten te veel ook over wij en wij. Wij doen hier alleen maar een beetje geld naartoe brengen. En met ziel en zaligheid en de projecten opzoeken en stimuleren. Maar het gaat natuurlijk ook dankzij alle sponsors die we hebben. Dankzij overheidssubsidie, dankzij de ontvangende partijen hier. Hoe fijn is het niet als je hoort in Afrika, de ontvangende partijen zijn wat er helemaal, je ziet een container goederen en er komt helemaal niet aan of het geld wordt gestolen. Hier is wel corruptie, maar niet binnen onze organisatie.
geld wordt zorgvuldig besteed en is in eigen handen. En dat is ons een deel van ons succes, denk ik. Kan je zeggen dat het je leven verrijkt heeft? Zeer zeker. Enorm. Zeer zeker. In welke zin? Het feit dat je ook daadwerkelijk iets betekent. Dat het niet alleen maar geld geven is. Maar dat je er ook eigenlijk zo mee betrokken bent. Dat je je er zo mee verweven voelt. Dat het ook een deel van jezelf is geworden. En als je dan je kinderen ziet lachen, glimlachen. Bedoel maar, dat geeft je dan zo'n voldoening. Hè? Een lachend kind is gelukkig. En we hebben ook zoveel andere dingen gezien. Oké. Mama, wat raak ik? Hey, Tona. Oké, ik zal naar zijn. Let's meet. Die hadden we straks. Want hij had er ook in maar getrouwd. Ik heb een groothandel gehad in horeca toeleveringsartikelen. Dat varieert van bouillards. We zijn nog steeds bouillardfabrikant en amusementsautomaten. We hebben een aantal recreatiecentra, familievermaakcentra. En het is eigenlijk toch een beetje een entertainmentbedrijf. Ik heb altijd graag gewerkt. Ik heb alles altijd met enthousiasme gedaan, ook mijn bedrijf. Ik ben een beetje perfectionist. En ja, dan laat je ook meer op je schep dan normaal je soms aan kan. Dat heb ik heel mijn leven gehad in mijn werk. En nu ook met dit ontwikkelingswerk. Alleen dit geeft zo'n bevrediging. Bon, jij bent een van de belangrijkste sponsors van Sabadie.
Dat klopt. En daar waar wij iets kunnen betekenen en ook direct resultaat kunnen boeken, in tegenstelling tot andere overheidsprojecten, dan vind ik dat we dat gewoon moeten doen. En dat blijven we ook doen. Dus. Maar je hebt niet de behoefte om te gaan kijken in Cambodja waar je het voor doet? Ik denk niet dat ik dat aan zou kunnen. Ik bedoel, laat mij gewoon, ik heb het er vaak met Hector over gehad, laat mij gewoon mijn kunstje doen. En dat is ontwikkelen van commerciële bedrijven. Laat die bedrijven lekker winst draaien. En dan zorg ik wel dat er een afdracht plaatsvindt voor de goede doelen. En dat is waar ik goed in ben. En Hector ook. Ik ben een dankbare afnemer. Zodra ik iemand ontdek die zo'n goed hart heeft en bereid is ook voor een ander iets af te staan van zijn overvloed. Hè? Want dat is toch het verhaal altijd weer opnieuw. Dat je dus van je overvloed ook wilt delen met andere mensen in de wereld. De inzet die Hector en Ellen tonen is voor mij gewoon elke keer weer aanleiding om nog meer geld en nog meer ter beschikking te stellen voor de stichting. Dat ze nog meer mensen kunnen helpen. Dus nogmaals, de platte organisatie spreekt mij zeer aan. Je zit hier in de nood, er zijn allemaal vrijwilligers die hier rondlopen. En ja, iedereen draagt zijn steentje bij. En dan vind ik ook dat wij hier niet achter mogen blijven. Zie je dat als een soort verplichting? Morele verplichting? Het is misschien ook mijn Aziatische achtergrond. Daar waar jij het goed hebt, ben je eigenlijk ook wel verplicht om het... Zo ben ik opgevoed. Misschien is het dan toch een verplichting. We kijken naar 60 kinderen die dansen, zingen en lol hebben. Allemaal weeskinderen, omdat de ouders aan AIDS zijn overleden. Hoe aandoenlijk. Maar des te schrijnender te weten dat ze ook allemaal besmet zijn en voorlopig nog met medicijnen in leven worden gehouden. These are the names of all the children, all 52, and then they all gave their lip impressions to say thank you. Een kind wat plus getest is, is ten dode opgeschreven. Als ze dat niet met medicijnen verzorgen, dan is hun levenskans minder dan een jaar of twee jaar. Het probleem van deze kinderen is dat ze vaak verstoten worden. Mensen zijn bang dat het besmettelijk is. Mensen zijn bang dat ze het geld niet op kunnen brengen. Kinderen dreigen helemaal los te gaan. En het is daarom zo belangrijk dat dus deze kinderen worden opgevangen. Ik zit hier met een gevoel dat ik natuurlijk vol emotie ben. Je ziet die kinderen lachen, blijheid en anderzijds de kleine kans die ze maar hebben. Het gaat erg diep. Maar het is een tevreden gevoel. Ras, weet je naar boven? Ja. De zwaarste belasting in het AIDS-kader is natuurlijk de accommodatie, de huisvesting. Maar enorm de medicijnen, de AIDS-medicijnen en scholing. Dus eigenlijk, het is een heel complex. Je kunt niet een kind alleen maar een medicijntje geven. Nee, een kind moet naar school kunnen, een kind moet kunnen spelen, een kind moet gezond kunnen leven. Een kind moet hygiënisch
omstandigheden hebben. Vooral de eten en gezond voedsel, vitamine. En dat zijn allemaal dingen. Dus het is een heel pakket. Ik wil nog twee pellets wastafeltjes daar, hè? Nee. En als je dan komt en die kinderen die dansen voor jou op een podiumtje en die springen en je geeft die natuurlijk een dag, die dag dat je er bent, een feestje met ijsjes en eten. En dan komt er een man naar je toe die zegt, als u niet geweest was, dan hadden deze kinderen niet meer geleefd. En dat geeft voldoening. We hebben honderden kinderen in Cambodja en soms zegt mijn dochter wel eens en mijn zoon, die hebben ook nog kleinkindjes in Nederland. Dus die moet ik ook niet vergeten. Toch? Maar zou je niet... van 35 graden. Lager bij de grond kun je geen woon-levensomstandigheden, als je daar nog van mag spreken, voorstellen. Mensen die op de vuilnishopen wonen, slapen uiteraard, koken om maar vroeg en eten en 's morgens zo vroeg mogelijk de vrachtwagens afwachten die hier continu aanrijden. En om het eerst, als eerste bij de garbage te zijn om uit te zoeken of er mogelijk toch wat waardevolle spullen tussen zitten. Die natuurlijk door iedereen eruit gerist worden als ratten. En als je dan die bulldozers ziet en ze rennen niet snel genoeg weg. Die hou je hard vast dat er niet ongelukken gebeuren. Die zullen er ongetwijfeld gebeurd zijn. Die mensen vechten voor een bestaan. En dit is afschuwelijk. En dan wetende dat er ook veel aidskinderen hieronder werken. En dat hier ouders van aidskinderen hier 's morgens om 6 uur naartoe gaan om tot 12 uur wat te verdienen. Om vervolgens snel naar huis te gaan in de slum om dan voor hun gezin te zorgen. En waar wij dan als Stichting Sawadi en Stichting Don Bosco Kinderfonds kunnen bijdragen aan verzorging en een beetje extra geld voor hygiëne. Er is hier wel een klein basisschooltje, speciaal voor deze garbage kinderen. Maar ja, het is heel basic natuurlijk. En zelfs uit school moeten ze onmiddellijk weer naar de belt gaan helpen met hun ouders. Nooit iets gezien. Denk je dan niet in wat voor wereld leven we eigenlijk? Het is te slecht verdeeld. Dat beseffen we ons nou alleen maar als we hier zijn. Als je dan ziet hoe we in Europa wonen, leven, werken, wat we allemaal hebben en hoeveel mensen er dan nog zo ontevreden zijn, dan kun je dat niet begrijpen als je hier rondloopt. Dit jongetje heeft helaas ook AIDS en is al 2 jaar aan de medicijnen en dat gaat dus nu goed.
En de moeder is vanmorgen aan het werk geweest op de vuilnisbelt. En ze is nu teruggekeerd omdat het nu etenstijd is om voor de kinderen eten te maken. Deze kinderen werken, zitten dus op school. Die worden dus betaald door het kinderfonds. En na school gaan ze dus op de vuilnisbelt werken om mede te verdienen om het gezin te ondersteunen. There are a lot of children in this area. They need to support, because they don't have the money for to go to school, madam. But the mother is also positive, eh? And one of the children also? And the youngest, he, yes. And he is negative. It's a very poor living here, Yes. But tell her that it's okay that we take her, the children in the children fund, so they can go to school. De kinderen krijgen eten, ze gaan naar school en ze krijgen ook ondersteuning van kleding en rijst en voedsel en ook wat geld. Zodat de moeder ook als het nodig is, en zeker deze jongetje. Has he already medicines? Hij is begonnen met de medicijnen, dus hij heeft ook wat extra voedsel nodig dan. Dus dat wordt dan ook betaald. En Mylin gaat dus iedere week kijken of het allemaal in orde is. Maar hoe maak je nou een keuze voor deze kinderen? Dat bepaalt Mylin. Zij komt hier wekelijks en ziet de noden van de mensen. Hallo, Nihon. En wat voor toekomst zouden deze kinderen hebben als jullie er niet waren? Dus een leven van 's morgens tot 's avonds op de vuilnisbelt en graaien in de vuil van een ander. Deze familie is ook zwaar getroffen. De vader had aids, is reeds overleden. De moeder heeft aids. Ze heeft 6 kinderen, waaronder deze tweeling. En die zijn ook allebei positief. Die nemen al 3 jaar medicijnen en ze zien er nu goed uit en het gaat dus nu ook weer goed. Maar het is wel heel schrijnende omstandigheden waarin deze familie moet zien te overleven. Wordt in samenwerking met onze stichting van New Hope for Cambodian Children, een opvangcentrum voor 200 kinderen die opgevoed worden in 25 huisjes, waarin elk huis 8 kinderen verblijven, verzorgd worden door een geselecteerd Khmer echtpaar, waar ze gewoon een soort gezinsvervangende situatie hebben en tegen dat echtpaar ook gewoon papa en mama noemen en ze voelen zich hier dan gewoon thuis. Belangrijk onderdeel onder andere van deze kinderen die allemaal HIV+, dus aids positief zijn, die moeten dus 2 maal per dag de medicijnen hebben. En dat is al een hele zorg om dit te realiseren. Het dorpje is half gereed. Er zijn nu in dit dorp 100 kinderen ondergebracht. Als het klaar is, einde van dit jaar, zullen er 200 kinderen zijn. Dit kind is gevonden aan de Thais-Cambodjaanse grens en was stervende. Men dacht dat het een Thais kind was en werd vervoerd naar Bangkok. Later bleek het toch te zijn van een Khmer ouders achtergelaten. En het kind had natuurlijk helaas ook weer aids. Het kind is bij deze stichting ondergebracht
en is nu een blakend kind. Dankzij de dagelijkse medicijnen is het kind opgeknapt en van de dood gered. Zoveel die nog niet geholpen zijn. Gisteren ook weer in een slum komt een vrouw, komt ineens achter ons aanrennen met een kind. En de man ligt op een soort tafel voor het huis, heeft aids en een kind en ze heeft geen geld. Wilt u alsjeblieft ons ook opnemen in het fonds? Dat zijn natuurlijk ook voor zo'n meisje uit Marlen hier van de Don Bosco organisatie vreselijk moeilijke beslissingen. Wanneer moet je ja zeggen, wanneer moet je nee zeggen? En ze kan ook niet. Wij hebben een project, van totaal het project omvat 5.500 kinderen. Maar wij hebben onder onze financiële, althans allemaal onder haar financiële controle, 400 kinderen. En we hebben best wel moeite om die 400 te handhaven. Er valt er ook regelmatig af. Er komen mensen bij, maar we zouden er liever 1.000 van maken. Maar dat valt echt nog niet zo mee. Maar die 400 die houden we constant aan. En mensen die afvallen, dan kunnen we met extra geld die we krijgen van sponsors, kunnen we toch, we laten nooit een kind schieten. Als iemand door omstandigheden niet meer kan betalen. Er is een enorme ontwikkeling ontstaan doordat de Clinton Foundation en Global Fund, dat is onderdeel van de VN, die nu sinds een paar jaar de medicijnen gratis verstrekken. En het was voor ons ook als stichting een enorme zware last. En als je dan een, zoals wij, een 65 HIV plus kinderen hebben in onze stichting, dat is $130 per dag maal 7. Dus het was een zware last. Die last is nu weggevallen en we kunnen toch dat geld blijven besteden aan, ook aan deze Foundation, dus voor bloedonderzoeken, voor regelmatige controle bij de artsen. Dus het geld is hard nodig. Het was allemaal heel marginaal. Door de medicijnen nu gratis worden verstrekt, hebben we allemaal een beetje ruimte en verlichting gekregen. En ziet het er in de toekomst ook een beetje beter uit. Godzijdank, eindelijk is een keer iets positiefs. Hé, vind je het ook niet? Het is hard werken. Vind ik wel, ja. Best wel, hè? Ja. We doen het met liefde, maar het moet wel gedaan worden. Ja, we stonden gistermorgen om 7:00 op in het hotel. Ik kom schat, we gaan naar de vuilnisbelt. En toen zei ik zo'n beetje lachend, wat hebben we toch een leuke hobby's gevonden. Ja, maar je kan thuis ook gaan zitten genieten van je pensioen. Ja, dat doen we. Maar doen we ook wel. We doen onszelf niet echt wat veel te kort, hoor. Het is toch wel een beetje van de overvloed dat we het kunnen doen. Alleen, er gaat heel veel tijd te zitten. En ja, fulltime werk, dat is inderdaad, dat gaat op een gegeven moment als je wat ouder wordt wat spreken. En ja, opvolgers heb ik ze haar nog niet. Dus, Maar nu hebben we, wat gebouwen en zo betreft, is eigenlijk alles gerealiseerd. Het is nu meer een kwestie van de boel draaiend houden. En ik heb het idee dat dat toch iets makkelijker zal gaan. Ja, dat is zo. Dat hoop ik althans. Ja. Oh, ik ben hier. All doing very well in high school. He wants to be a pilot. Rawi came to us when he was 13 years old. Rawi has already lost his mom and dad to AIDS, and his sister worked as a beer promotion girl and was trying to take care of him. He has also AIDS. He has AIDS. Yeah. She's sister does not. He has he AIDS. Has. And so Rawi was taken to the national hospital here, and they didn't have the ARV medicine at the time. So they told Rawi to go home and die because there was just no medicine for him.
And so Rawi and his sister showed up at our door and said, do you have any extra meth? And John said, oh, yes, go back, get the IV, get healthy, and we will bring you the ARV medicine. And it's because of you and Hector, when you were sponsoring us for the medicine, well, we were able to give it to Rawi. Hello. Stel dat een van jullie niet mee zou doen. Wat dan? Dan gaat het niet. Kunt het alleen maar samen doen. Hetzelfde als iemand die een bedrijf heeft en hele dagen weg is. En is ook niet altijd even leuk voor een vrouw. Maar goed, ze weten waar ik mee bezig ben. Wel eens een beetje te veel. Ik krijg wel eens op mijn kop. Af en toe trap ik wel eens op de rem. En dat is wel eens nodig. Okay. Ook, ik ben ook een beetje perfectionist. Ik wil soms allemaal even te precies. Maar daar zeg ik ook, de resultaten mogen gezien worden. En daar zijn we trots op. Want je wordt elke dag gejouwen. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, daarom moet er ook dringend wat gas teruggenomen worden. Maar dat gaat toch gebeuren, hè? Dat zeg jij. Ga maar door hier zitten. Nog een beetje in de middel. Zwart. Zwart, Zwart. Wie? Daar heb je het al. Gang. Gang. Ja, in Nederland hebben we natuurlijk alleen maar welvaart en geven we makkelijk geld uit. Als je ergens bent, staat iedereen te dringen om je iets te drinken, te bieden, te vechten, een rondje te geven. En één rondje in een café in Nederland voor 10 man kun je hier een gezin 3 maanden mee een salaris geven. En dat bedoel ik hiermee. De verschillen zijn zo groot dat je eigenlijk wel eventjes Sinterklaas lijkt te zijn. Maar het betekent echt helemaal niks. Maar voor die mensen betekent het goud. En dat doe ik voor. En dat doe ik voor. Een tijdje geleden vroeg iemand aan mij, Bob, hoe lang moet jij nog? Ik begreep de vraag niet, hoe lang wat? Nou, hoe lang moet je nog werken? Dat is een vraag die ik mezelf nog nooit had gesteld, tot ik aan deze serie begon.
Ik wil blijven filmen tot mijn dood. En ik hoop dat het nog heel lang duurt, want ik wil nog een hele hoop films maken. Er zijn nu in Nederland 3,7 miljoen 55-plussers. In deze serie ga ik bij een aantal van hen op bezoek. En dat zijn mensen die niet achter de geranium zijn gaan zitten, maar op allerlei gebieden actief zijn en hun kennis en levenservaring aan anderen willen overdragen. Voor sommigen is het zelfs een tweede carrière. Elke ochtend om 7 uur verzamelen zich in het grensplaatsje Poipet honderden mensen aan beide kanten van het hek dat de grens vormt tussen Thailand en Cambodja. Op het moment dat de hekken worden geopend, breekt de hectiek los en komt een ware exodus op gang. De meeste van hen hebben al een lange reis afgelegd. Hector is 70 jaar en Ellen 62. Al voor hun pensioen hebben zij zich actief ingezet voor de kinderen van Cambodja. Hector haalt geld op om scholen en opvangtehuizen te bouwen. Ellen heeft een kinderfonds opgericht dat weeskinderen met AIDS met medicijnen in leven houdt. Beiden proberen in hun gedrevenheid een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van een land dat onder het schrikbewind van de Rode Khmer zo verschrikkelijk heeft geleden. Wat er in deze container gaat, wat uiteindelijk terechtkomt bij de AIDS-patiëntjes, dat zijn onder andere de ziekenhuisbedden die gaan naar de zusters van moeder Teresa. Die hebben een hospice voor AIDS-kinderen en daar en ook volwassen mensen natuurlijk die AIDS hebben. Ik heb in deze container ongeveer een 2000 stuks kleding gesorteerd. Dat gaat naar het kinderfonds in Phnom Penh en naar het AIDS-dorp. Ik heb hier een enorme partij sanitair staan van kasten voor de nieuwbouw van de scholen, van de kinderopvangtehuizen. Het is een enorme variatie, alles wat ons aangeboden wordt en wat bruikbaar is en nette spullen zijn, dat gaat er naartoe. Dan kun je zeggen hoeveel containers er het afgelopen jaar al... Dit is de 57ste. En die gaat van de week naar Rotterdam en dan gaat hij naar Cambodja. In 1976 heb ik met mijn vrouw in Thailand twee kinderen geadopteerd. Dus toen kwam ik voor het eerst in Zuidoost-Azië. En tot ik in 1992 voor het eerst in Cambodja was. Dat heeft me hard gegrepen. Daar was een achterstand van 40 jaar ten opzichte van Thailand. En toen ik de ellende daar gezien heb, toen is de vonk echt pas overgeslagen en heb ik het werk ook in stichtingen omgezet, waardoor je dus ook wat professioneler kunt werken, subsidie kunt aanvragen. Dus vanaf begin jaren 90 is het eigenlijk zeer explosief gegroeid en zijn er heel veel projecten tot stand gekomen. De seksindustrie kwam tot leven toen de blauwhelmen van de Verenigde Naties het land op weg moesten helpen naar vrije verkiezingen. Er zijn naar schatting 15.000 prostituees in de hoofdstad Phnom Penh, waarvan 40% zero positief. Nu zijn de Cambodjanen zelf de belangrijkste klanten.
totaal staan 170.000 mensen die seropositief zijn geregistreerd. En dagelijks melden zich 100 nieuwe gevallen. Dit jaar zullen 40.000 Cambodjanen sterven aan AIDS. June 1998 in Phnom Penh. His parents died. Het fonds is dus een soort mini foster parents plan wat wij hebben. We hebben een 60 AIDS-kinderen die allemaal, of niet zelf allemaal AIDS hebben, maar waarvan de ouders in ieder geval AIDS hebben. Die worden veelal opgevoed door oma. Ook in dit geval is oma degene die voor de kinderen zorgt. En wij zoeken dan sponsors voor die kinderen, financiële sponsors. En de meisjes van het Don Bosco Kinderfonds, die zoeken die kinderen minimaal één keer in de maand op. Als ze ziek zijn, zelfs vaker. Dit is grandma. Grandmother, ja. En die start in 2002 with the medicine for me and all. En his great second elementary. Hallo, kom ik naar die man, hè? Grade 3. Grade 3 already. This book is from last year, so it's grade 3 already. Ah, yeah. Oh, that's good. That's good, brave boy. Ik ben het nu aan het opschrijven, omdat als ik thuis ben, dan kijk ik even welke sponsor dit kind heeft. En dan sturen we de foto van het kind naar de sponsor. En dan weten ze dat we dat bezocht hebben. En dan weten ze dat het goed gaat met het kind. En het is oké. Okay. Oh, Bosa is Dat is iets anders dan het fonds van Hector. Hector heeft meer een stichting waar hij dus fondsen werft voor scholen en machines en wat nodig is. En het kinderfonds wat ik doe is alleen puur alleen voor kinderen. Kinderen proberen op te voeden, zodat ze later een betere toekomst hebben als wat ze nu hebben. En als je zo'n kind adopteert, wat kost je dan per jaar? Dat kost €165 per jaar. En daar kunnen ze scholing voor krijgen. Daar krijgen ze iedere maand wat geld voor. Want anders dan moeten deze kinderen vaak ook meehelpen in het gezin om wat geld te verdienen. En dan krijgen ze ook rijst en soms waspoeder, soms schooluniform. Dat hangt er vanaf wat op dat moment nodig is. Dit gaat van het geld wat wij dus ontvangen, gaat 100% naar de kinderen toe. Er blijft helemaal niks aan de strijkstok hangen. Dit is een situatie waarbij broer en zus de zorg hebben opgevangen voor het zoontje van pa en ma, die zijn dus overleden. Hij is HIV+, dus heeft AIDS en is ook opgenomen in het kinderfonds. Dus hij wordt gesponsord door onze stichting. En weliswaar gaat het goed, dankzij de medicijnen. Maar het is wel heel schrijnend natuurlijk dat vader en moeder aan AIDS zijn overleden. Dit is ook weer een familietje uit het AIDS-fonds. Vader en moeder hebben allebei AIDS. Pa is sinds kort aan de medicijnen, zijn vrouw nog niet. Ze hebben 4 kinderen, waarvan deze 3 in het AIDS-fonds zitten. En dit jongetje heeft ook AIDS, die is ook positief. We zijn begonnen in 1993, toen hier de boel opgestart werd. En toen hadden we natuurlijk maar weinig kindjes. Maar naarmate dus de tijd verstreek, hebben we steeds meer sponsors gekregen. Ook via de PZC, door de reclame. En zo hebben we nu 400 kindjes.
de stafleden, waaronder die meisjes soms en een chauffeur, die rijden met een pakketje goederen en geld naar de scholen. En dan wordt het afgecheckt of ze zijn. En als ze niet zijn, wordt gekeken, zijn ze ziek of is er iets anders, moeten ze soms werken. En dan krijgen ze er pakketje en de centjes en dan moeten ze dat aftekenen. En dan zijn ze allemaal weer blij. These are postcards from a sponsor, and they wanted to give all, they have 20 children, and they want to have written a postcard for all their children. And can you arrange that they get with the children? Dit meisje is 15, die komt uit Battambang. En haar ouders werken in een steenfabriek en zij dus ook. En ze is dus tot nu toe nog niet in staat geweest om een school te bezoeken. Vandaar dat zij nu eigenlijk pas voor het eerst naar school kan. Dit wordt dan een eerste klas, tweede klas. En dan als zodra ze een beetje kunnen lezen en schrijven, stromen ze door naar de normale scholen. 9, 6. We divide the special money for gift to the children because after Christmas many people they decide to buy some present to the children, something like bicycle or give extra money for the family or some gift or something. So now we go to divide place by place. Example, if one child go to the mother every day and say, I prefer to go, to stay at home, I prefer to go to work, I prefer to go with you in the fields. The family very often they allow the children to stop because the parents they never went to the school, so they don't really realize that if they don't go to work today, but they study, tomorrow they can get more money than now. They only think today. So if you help them also for the transport and try to make for the children even a little bit funny, they are more motivated to go to school and... Hoeveel tijd kost het jullie nu? Nou, voor Hector is het een dagtaak. Voor mij, ik ben er anderhalf, twee dagen in de week mee bezig. Maar voor Hector is het echt een volle dagtaak. Is dat iets zwaar? Aanvankelijk niet, maar het begint nou wel een beetje te wegen af en toe, ja. Maar ja, als je jarenlang zaait en je begint te oogsten en met succes, dan zou je toch gek zijn als je de oogst niet binnenhaalde. En die zijn we nu aan het doen, met liefde. We praten te veel ook over wij en wij. Wij doen hier alleen maar een beetje geld naartoe brengen. En met ziel en zaligheid en de projecten opzoeken en stimuleren. Maar het gaat natuurlijk ook dankzij alle sponsors die we hebben. Dankzij overheidssubsidie, dankzij de ontvangende partijen hier. Hoe fijn is het niet als je hoort in Afrika, de ontvangende partijen zijn wat er helemaal, als je stuurt een container goederen en er komt helemaal niet aan of het geld wordt gestolen. Hier is wel corruptie, maar niet binnen onze organisatie. Het geld wordt zorgvuldig besteed en is in eigen handen. En dat is een deel van ons succes, denk ik.